De laatste. Introductie overbodig. Ja, wat leuk. Ja, dat is... Zeg ik nu. Misschien ja, niet altijd. Ja. Nee, maar ik bedoel... we zijn nu even onder elkaar. En, prima, ik, meid. Ik weet ook helemaal niet zoveel van al die andere dingen. Dus je kunt ook het defensieve laten varen. He? Ik ben nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig en je begrijpt waarom. Ik zeg ook jij, omdat ik ouder ben. Pietie. Ja, nee. Maar omdat we elkaar ook al heel lang kennen. Ja. Ik geloof dat de eerste keer dat ik jou zag... De laatste dag was dat jij op het ministerie je bullen aan het inpakken was. Want je was staatssecretaris geweest. En je was blij dat je eraf was. Niet heus. Ik dacht, wat moet je blij zijn om daar af te zijn. En jij vond het vreselijk. En ik interviewde jou toen. En we hadden het ook over het feminisme. Jij moest daar totaal niks van hebben. En dat was in 81 dus. Ja, correct. Ja. Wanneer... is die omslag eigenlijk gekomen? Wanneer? Eind tachtiger jaren. En, ik leefde steeds in die veronderstelling... dat omdat het mij aardig gelukt was... om stappen te zetten in werelden... waar ik of de eerste vrouw... of een van de weinige vrouwen was... dat met hard werken, mouwen of stropen... een beetje Rotterdams... dat je er dan wel kwam. Totdat ik verder ging nadenken en te laat in jouw ogen, want jij was veel eerder wakker dan 68. Ik. Ja, nee, precies. Ja, ja, en met Joke Smit enzovoort. Dus daar had ik wel weet van, maar ik dacht steeds, joh, als je je inspant, dan kom je er wel. En met bloed, zweet, geen tranen. Dat bleek op een gegeven moment absoluut niet aan de orde te zijn. En toen was het bij mij ook. Ineens de slag om. Maar was er een gebeurtenis? Iets wat jezelf betrof? Ja, iets wat je bij een ander zag? Nee, niet wat mijzelf betrof. Maar ik stelde vast dat er veel slimmere meiden waren. Ook in mijn omgeving. Die het niet gered hadden. En dat zette mij aan denken. Van, je hebt ook af en toe enkeltjes op je schouder gehad. Hard gewerkt enzovoort. Laat maar zitten. Maar het feit dat zoveel hele goede vrouwen het niet redden... was voor mij eigenlijk cijfermatig het punt dat ik dacht van... je hebt het eeuwige leven nodig. En er was een studie, en misschien ben jij er wel bij betrokken geweest... waarin uitgerekend was, als we in het tempo doorgingen... waar we toen mee bezig waren... dan waren er geloof ik nog 362 jaar nodig... om het een beetje in balans te krijgen. En toen dacht ik, A, ik geloof niet in het eeuwige leven. B, dat neemt absoluut... Elke enthousiasme weg van mensen om zich in te zetten en zo. Dus dat is cijfermatig, werd ik overtuigd. Dat gaat fout. Ja. Nou, was dat begin van die emancipatie in 68 natuurlijk wel gekoppeld aan een aantal eisen, voorwaarden. Ja. En dat had te maken ook met de machtsverdeling tussen mannen en vrouwen. We waren niet tevreden met het inhalen van achterstanden. We wilden dat er een andere verdeling van macht zou zijn... waardoor mannen en vrouwen even verantwoordelijk zouden zijn... voor de boterham op de plank... als voor de verzorging van de privésfeer. En daarvoor stelden wij dus de algemene arbeidstijdverkorting... voor iedereen, 5-urige werkdag. Dat was het ideaal. Daar zijn we dus totaal niet gelukt. Maar toen jij dacht, ik wil mij nu een feminist noemen. Hm. Noem jij je, als iemand zegt, ben je feminist, zeg je dan ja? Dat zou ik aanmatigend vinden. Dat waarom? Past. Ja, ik vind als je feminist bent, dan moet je op de barricade gestaan hebben. Ja, jij staat op die toppositie en je zegt dat je voor quota bent. Nou, valt de wereld om. Ja. Dus ik bedoel, dat vind ik één ding. Ik kan je wel even helpen. Maar waarom zou je niet zeggen, want het helpt natuurlijk bovenal als mensen, vrouwen die macht hebben, zeggen, ik ben een feminist. Nou, vanaf vandaag ben ik een feminist. Dat gaat ontzettend goed. Zie je wel.
Maar ik zou je zeggen, jij hebt dat misschien ook wel eens gemerkt, maar toen ik uit de betaalde politiek stapte, toen heb ik met Irene van Ditshuizen een aantal documentaires gemaakt over machtige vrouwen in Europa, diva's. En daar was ook een eurocommissaris bij, een Italiaanse, beter naam nu niet. Als ik aan die mensen vroeg, ben je een feminist? Duitse vrouw, de president van het Bundesverfassungsgericht, is ongeveer het hoogste. Ja. Nou, dan zeiden ze allemaal, ja, natuurlijk ben ik een feminist. Iedereen. Maar als je het in Nederland aan iemand, nou zeg jij vanaf vandaag, ik ben een feminist als het gevraagd wordt. Dat is ook echt gewoon, ook als je het gemaakt hebt. Omdat je zegt, ik zag ineens hoe het met anderen verging en dat vind ik onrechtvaardig. Heb jij vanaf dat moment, want toen was je nog lang niet van al die belangrijke functies af, dat in jouw werk ook duidelijk kunnen maken? Ja, oh, in ieder geval geprobeerd. Wat mijn streven altijd was, en dat was op het departement, maar dat was later ook in Europa en op andere posities, van vrouwen op posities zetten. Wat mijn ervaring is, dat veel vrouwen, als je hen dan een functie aanbiedt, waarvan je denkt, daar zou zij op kunnen, dat er dan gezegd wordt, fantastisch dat je aan me denkt, maar het is te vroeg. En dan was mijn antwoord altijd, het is op tijd. En je moet ja zeggen, in mijn beleving. Want als het je volgend jaar beter uitkomt, is die vacature er niet meer. En dat is een beetje waar ik dus nu nog steeds zorgen over heb, dat er hele capabele vrouwen zijn. Als je ziet wie afstudeert en in welk tempo en op welke disciplines, dan kan ook Mark Rutte straks niet met het formeren van zijn kabinet zeggen, ik kan geen vrouwen vinden, dan moet hij naar de oogarts, hè, om het maar zo te zeggen. Hij moet, en anderen moeten ook, die vrouwen erbij halen. En daar moeten wij, vind ik ook, helpen om vrouwen meer zelfvertrouwen te geven. En te zeggen, van, ook al voel je dat je misschien nog niet de ervaring heb, op je bek gaan af en toe, daar leer je veel meer van. Heb ik in ieder geval wel en ben vaak op mijn bek gegaan. Maar zeg geen nee als je een kans krijgt op een rol in een raad van bestuur of in een managementfunctie. En ja, dat is waar ik nu heel actief in ben. Maar in jou, op het moment dat jij jezelf feministisch voor jezelf nog noemde, kon je dus in personeelsbeleid of met het adviseren over bezettingen, kon jij wat doen. Kan je je ook nog andere dingen herinneren die je hebt gedaan vanaf dat moment waarvan je... Ik heb dat toen ook aan die vrouwen gevraagd. Ja. Hè? In ieder geval met de tweede portefeuille, de digitale agenda, waren er natuurlijk uitstekende mogelijkheden om met vrouwen een stuk verandering in het denken aan te brengen, wat die digitale technologie voor invloed op onderwijs heeft, op volksgezondheid, op cultuur, noem maar op. En om daar meer de vrouwen als push te laten functioneren. Dus ook daarin gekeken van, wat zijn de mogelijkheden? En met name als je dan in zo'n directoraat goede vrouwen aan kon stellen. En dat is overmachtig aan de orde in Brussel. Dat is ook... Maar ik vind wel altijd, hè, dat het is natuurlijk een leuk gezicht dat er een vrouw zit. Maar als ze doet, net zoals een man het zou doen, hè, alleen een rok aan heeft, dan vind ik het eigenlijk niet zoveel uitmaken. Ik heb wel het idee dat, en daar heb jij toch ervaring mee, want jij zit natuurlijk altijd in bijeenkomsten waar je met een paar vrouwen of de enige bent. Denk jij, vind jij dat vrouwen het anders doen? En op welke manier, wanneer ze op die topfuncties geraken? Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen het anders doen. En ook de eigen ervaring. Veel meer teamwerk, veel minder ego, veel meer kansen geven aan anderen en niet per se voorop hoeven te lopen. En dat je daarmee een grote stroom binnenhaalt. Er werd daarnet gezegd dat ik op die International Advisory Board van Uber zit. Daar is natuurlijk toch handjesgedrag binnen die organisatie. Een ander bedrijf waarbij ik op de board zit is Salesforce. Als ik kijk wie daar collega's zijn, dat zijn topvrouwen. Daar wordt de financiële kant binnen de board gedaan door een zwarte vrouw. Ik heb nog nooit zo'n goed mens meegemaakt. En scherp
en van zich af bijten. Daar zitten andere vrouwen bij. En dan betekent het dat ook in het aannemingsbeleid gelijk ook weer dat te zien is. Want... Maar die bedrijfscultuur, hè, ja. We zijn toch wel van de week, ik althans natuurlijk, vergast op hoe het daar in Silicon Valley ja. toe gaat met die mannen. En, niet alleen daar, hè? Nee, niet alleen daar, maar ik ben wel geschokt. Ja. Want de klokkenluidster is niet gehoord. Ik bedoel, het is al jaren bekend hoe het daartoe gaat en hoe mensen geïntimideerd worden, vrouwen die het aan de kaak stellen, zeggen eruit, ook bij Uber. Jij zegt trouwens Uber, hè? Ja. Ja, ja. Nou, ik zeg Uber, maar... Ja, ik kan allebei. We weten waar we het over hebben. Maar ik dacht wel, jij was daar, jij hebt daar toch een zeer belangrijke functie en dat heet beleidsadvies. Heb jij nou iets te zeggen? Want jij zei, ik vind dat ze adequaat gereageerd hebben. Nou, het is dus al jaren aan de gang. En nu worden ze eruit geknikkerd, een aantal van die kerels. Inclusief meneer aan het hoofd, die er voor tijdelijk vandoor moet. Nee, hij is nu definitief. Ja, maar ja, ik snap kan jij wat je er bedoelt. Wat aan doen? Ah, ik zit niet op de board bij Uber, maar ik zit op de International Advisory Board. En dat is met name ten aanzien van regelgeving in de diverse landen. Maar dat is niet om weg te komen van die verantwoordelijkheid. Want ik maakte me met jou en met vele anderen grote zorgen wat daar gebeurde. Je hebt het overigens over, en dat is niet alleen met Uber, je hebt het over een start-up. En dat is in een gigantisch tempo verder dan een scale-up en is nu eigenlijk een multinational geworden. Daar zitten jonge honden op, want 40 is daar al oud. Ja, nee, ik heb foto's van iemand gezien. Ik vind dat hij er heel appetijtelijk uitziet. Ja. Maar ik bedoel, nu ik hoor wat hij doet, denk ik, dat is toch schandalig. Even voor goed begrip. A, het is natuurlijk toch in een razend tempo dat een briljante gedachte van een aantal founders zoveel aanklang heeft en het wordt groot enzovoort. Dat laat zien dat men als ontwerper van zo'n formule van een businessmodel niet per se geschikt is om het management te voeren. Nee. En dat is ook bewezen. Maar zou jij in jouw positie kunnen zeggen, zoals bij heel veel bedrijven is gebeurd, er moet een vertrouwenspersoon komen en alle klachten moeten daar terecht komen. En dat is ook gebeurd. Dat hebben we. Hoewel dat buiten mijn competentie van die... Maar dat is niet... Maar je zou het in de krant kunnen zetten. Ja, maar ik hoef het niet... Ik moet het niet in de krant zetten. Nou, ik moet daar heel vaak erover aan te vallen. Het is 12 minuten voorbij, maar neem ze u de zin, mag u afmaken. Ja. Ik moet het op de goede plek aan de orde stellen. En dat was bij Travis zelf. En dat was bij zijn team en bij zijn commissarissen die vanuit de financiële input die ze erin hadden, opereerden. En dat het nu een bedrijf is wat veel breder en veel verder gaat en daar ook de consequenties uit moeten halen. Travis is opgestapt en is niet tijdelijk opgestapt, maar is nu helemaal opgestapt. En ik hoop oprecht, en daar push ik voor, dat er een vrouw aan de top komt met ervaring, ook op die andere terreinen. Dat vond ik nog een laatste zin. Dames en heren, geef ze maar een applaus. Alle twee. Ja. Kom mee, dames. Als u daar in het midden wil gaan zitten, u wil ik vragen daar.